Dan sta ik ook naar jullie training te kijken, Marines Dijkhuis, En dan, dan zie je dat uh, positiespel van jullie. En dan lijken jullie echt met de week een meer geoliede machine te worden. Stemt dat de trainer tot tevredenheid? Ja, ik heb vandaag inderdaad wel veel kwaliteit op trainen gezien. Inderdaad. Ja, dat uh, positiespel zag er heel goed uit. Ja, je merkt natuurlijk dat het weer een boost heeft gegeven aan het vertrouwen aan die jongens. Je merkt dat ze uh, ja, sterker worden, beter worden. Ook fysiek ook sterker. Dat vond ik heel opvallend vandaag. Dus uh, ja, dat is wel mooi om te zien. Die uh, wedstrijd bij, uh, bij Twente, daar refereer je aan. Daar, daar winnen jullie. Maak je daarmee ook een klein beetje uh, goed dat, dat de reeks daarvoor tegen tegenstanders dat je daar eigenlijk niet de punt hebt gehaald? Uh, tenminste, de hoeveelheid die je had willen halen? Nou, denk ik wel. Inouder, we moesten eigenlijk voor een verrassingkie zorgen in de serie die we gingen krijgen. Om, uh, om niet uh, heel dicht tegen die uh, play plek aan te komen. Dus uh, ja, als je dan gelijk de eerste wint. Ja, dan, 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 dan is dat wel heel lekker, zeker gezien de uitslagen van, van de concurrenten. Ze hebben daar behoorlijk, uh, behoorlijk slag, gat geslagen afgelopen weekend. Dus dat, dat op zich was het in alle opzichten een mooi weekendje. Ja. Nu tegen Groningen, zijn we best veel blessures. Uh, vergroot dat jullie kansen. Ja, veel blessures. Ik ben zelf, we, ze hebben Antonia's twijfel, over de rest ze hebben ze inderdaad wel kieftenbelt geschorst nu. Dus. Uh, uh, dus, ja, daar missen ze iets in, maar aan de andere kant hebben ze wel uh, met Roesnak en Tibbeling uh, twee hele grote aankopen gedaan in de, in de winst op twee hele goede spelers. In ieder geval uh, uh, natuurlijk uh, heel sterk. Uh, zeker Roesnak naar de goal toe, maar Tibbeling ook zelf gezien. live hij bij Herkles uit, ja, die, uh, die bal, uh, is aan de bal heel vast en ziet goede oplossingen. Dus daarin zijn ze ook wel weer uh, sterker geworden. Dus op uh, ja, dat betreft uh, is het nog wel redelijk vergelijkbaar uh, met, met de uitwisselen, denk ik. Is het een uh, generale repetitie, ook voor dat bekerduel? Of kun je ze niet vergelijken? Nou, dat, dat, dat speelt bij mij helemaal niet. Uh, uh, het is gewoon weer uh, competitie. En het is, uh, nu, nu spelen we thuis. Straks is uh, het een heel andere wedstrijd met een heel ander podium. Uh, dat betreft, denken we daar nog helemaal niet aan. Dus uh, is het is vooral uh, nu uh, zaterdag hier zo. Alessandro Dame, opnieuw uh, onder de lat. Hij doet het uh, bijzonder goed, hè? kunnen we wel zeggen. Ja, dat is een terechte conclusie als je je vorig jaar in de klas uh, zondag speelt. En nu al een uh, keer of 5-6 hebt op dit niveau. En heel goed doet. Goede uitstraling, rust in de goal. Uh, ja, je merkt, hij geeft ook rust aan de verdediging. Maar iedereen heeft ook alle vertrouwen. Dat hebben wij. Maar hij heeft het vooral ook zelf. En dat is mooi om te zien. Hij, heeft, hij is niet, niet, uh, niet angstig voor, de, voor het podium. Dus dat is mooi. Zou jij het al aandurven om, om, om hier te zeggen na dit seizoen, en hiermee bedoel ik intern bij Excelsior, uh, wij willen hem als eerste doel maar voor het seizoen gaan, uh, gaan inzetten? Ja, dat plan uh, hebben we wel opgevat eigenlijk van begin van het seizoen. En dat, plan, ja, dat, dat lijkt steeds duidelijker te worden dat dat een goed plan is, dat we dat inderdaad uh, moeten gaan doen. Dus dat, die kans is wel heel reëel dat hij volgend jaar hier inderdaad uh, eerste keeper is. Een van zijn grootste kwaliteiten, de, de rust die hij ook in het kopje, maar ook zeker in zijn spel heeft? Ja, allebei. Vooral ten eerste in de kop natuurlijk, want als ik niet, dat niet heb, dan, dan zal het in het spel ook niet zijn. Dus uh, wat ik zeg, hij, hij kent geen druk uh, van het podium, dus dat is uh, een belangrijk iets. Dat kan ik hem niet leren. Uh, voor de rest kunnen we wel wat dingen leren, hè? maar dat is belangrijk gegeven. En dat zie je het inderdaad terug in het spel. Hij blijft rustig, hij kan goed mee voetballen, is is allround. Hij moet er nog wel bijleren, maar vooral omdat hij al ruimte is. Hij kan alles vrij goed. Uh, en hij heeft natuurlijk niet, uh, niet veel opleiding gehad, uh, veel amateurs. Dus daarvoor kan hij nu nog heel snel ontwikkelen. Denk ik. ik denk dat hij nog een hele, hele mooie carrière tegemoet gaat. Je houdt vaak vast aan, uh, aan je ploeg, zeker wanneer die ploeg succesvol is. Uh, geldt dat ook voor, voor de keeper? Als, als Coutinho straks helemaal fit is en jullie blijven het doen zoals het nu gaat? Nou, als we nog ver vooruit kijken, ten eerste Gino van het is voor het veld, maar ook apart trainen. Dus die heeft niet, 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 niet meegedaan met de groep. De vraag ook of hij morgen wel of niet mee gaat trainen, dat zal er ook om hangen. Maar Dat is sowieso te weinig om voor, voor zaterdag om, om te beginnen. Dus Alexandro begint zaterdag uh, duidelijk. maar uh, Gino uh, Cartier is nog steeds onze eerste keeper. Die heeft ook het uh, laatste was heel goed gedaan, heeft de rust en ervaring. Dus dat betreft uh, is daar nog geen verandering in. Eén thema nog. Um, Nak Breda heeft, dat wordt nog onderzocht, tegen jullie misschien een speler opgesteld die ze niet hadden mogen opstellen. En nu zegt de KNVB gisteren: Excelsior kan het verzoek indienen om die wedstrijd over te spelen. Ferry de Haan zegt erover: dat heeft eigenlijk niet onze voorkeur. Hoe staat de trainer daarin? Want je hebt wel twee punten laten liggen thuis tegen NAC. Ja, voor mij voorkeur ook niet, kijk. Dit heeft bijna geen invloed gehad op die wedstrijd. Dus dan, dan vind ik het niet reëel om, om, om over te spelen. Lijkt me ook dat betreft, sportief gezien de andere clubs eh, niet terecht. En we hebben gelijk gespeeld natuurlijk. Eh, kan je dan je kan hem ook verliezen? Dus eh, we gaan gewoon door. Ik ben niet met mijn dak bezig. Ik vind, eh, ja, dat moet de AVW maar bepalen. Uh, hopelijk gewoon, uh, is het gewoon een geldboete eventueel voor ze. Want ja, je moet op sportieve gronden moet je uiteindelijk uh, beter zijn dan de concurrenten. Niet, niet door zo'n foutje. Dus uh, dat betreft uh, ja, is het voor mij geen optie om over te spelen.